Freek Heerkens, winnen van Feyenoord is 1, maar 2 keer op achterstand komen hier in de Kuip en dan nog winnen. Dat is knap. Ja, daar kan ik eigenlijk niks aan toevoegen. Nee, ja, ik denk dat we knullig achterkomen met een 1-0. Ja, daarna weten we uit de corner een doodspelmoment 1-1 te maken. Toen zaten we eigenlijk weer gewoon in de wedstrijd. We hadden nog een hele grote kansen met Alex de eerste helft. 1-1 met de keeper. Tuurlijk geef je ook wel kansen weg met een Berghuis die naar binnen trekt. En met zijn linkerpoot de ballen neer kan leggen waar hij wil. Voornamelijk bij de tweede paal bij Robin van Persie. Ja, daarin zwaai je een paar keer goed. Zo simpel is het. Timon die 1 of 2 reddingen moet verrichten. Tweede helft denk ik dat we prima starten. Geef een beetje het heft uit handen en krijgen we uiteindelijk 2-1 tegen. Door een eigenlijk wel schitterende kopbal van Botteguin. Daarna een afvallende bal. Volgens mij lag Tapia nog bij ons op de grond. Nando die goed voor zijn man komt. Die kijkt of hij een voorzet kan geven. En uiteindelijk besluit om de trekker over te halen. Fantastisch 2-2. Het publiek begint te morren. Je zit gewoon weer helemaal in die wedstrijd. En daarna begon de grote Alex show, wil ik wel zeggen. Want ik was met Jonas al bezig voor de restverdeling neer te zetten. En je ziet 4-5 Feyenoorders om hem heen staan. En hij weet zich er doorheen te wurmen en hij drukt af. Ja, het is niet voor het eerst dat hij iets laat zien. Hij heeft er nu al 5 in liggen, 8 wedstrijden. Buiten de goals is hij ook belangrijk. Hoe is dat op training? Hè? Gaat hij er dan ook zo makkelijk doorheen? Nee, dan komt hij nooit langs. Nee, ja, je ziet op trainingen, Alex, soms doet hij wel een klein beetje rustig aan. Alleen je ziet met vlagen natuurlijk de klasse van die jongen. En vandaag weet hij het in de Kuip te etaleren. Ja, dan, je noemt een paar keer dat je zwijnt. Dat is in de slotfase misschien ook nog zo. De VAR die bepaalt uiteindelijk natuurlijk. Maar zag je meteen van er is een overtreding gemaakt en we komen hier goed weg? Nou ja, kijk, die vrije trap, ze kregen de vrije trap. Toen was het lastig om heel snel te organiseren. Je weet dat ze hem snel gaan nemen. Ze komen natuurlijk met de luchtmacht naar voren. Dus kozen ervoor om op dat moment in zone te gaan staan. Ik dacht in eerste instantie aan buitenspel. Dat hij misschien te vroeg was ingelopen. Uiteindelijk accepteer je natuurlijk wel gewoon de 3-3. Je moet weer verder. Alleen hoe langer het duurt voor de goedkeuring van de scheidsrechter. Ja, hoe meer hoop je krijgt. Uiteindelijk keert hij hem af. En na de wedstrijd hoorde ik dat het een overtreding was op Tapia. Wat doe je in die, want het duurt een paar minuten misschien, maar kijk je dan ook rond, hoor je het publiek, wat doe je in die minuten? Nee, ja, ik was eigenlijk alleen maar naar Van Boekel aan het kijken. Want ik denk, ga je nog naar de zijkant lopen of hoe zit daar? En ja, kijk, we hebben het zelfs wel eens tegen ons gehad. En dan baal je er ook van. En nu ben je heel blij dat er VAR is. En aan het eind van het seizoen heft dat elkaar op, denk ik. Nou, zo, je wilde als Willem 2 zijn, denk ik 2 keer stunt in de Kuip. Dit is 1. Nou, het moet een mooie generale zijn. Dat vroegen ze net ook. Alleen ik schat Ajax wel van een ander niveau in als Feyenoord.